nog ver, Nico? Nee hoor, het is niet ver meer. Hier rijdt bij ons, nog maar een stukje. Kijk, hier hebben wij de boerderij. Oh, is die al? Ja, hier is het al. Ah ja. Ja. Oh, dus hier gaan we even voorzichtig de bocht nemen. Ja, u zou wel denken, dat herkent u wel natuurlijk. Hè? Ik zit achter op de fiets bij Nico. Want het leek mij zo leuk omdat Nico is natuurlijk. Je bent toch erg handig, nietwaar? Ja, dat zeggen ze allemaal. Nico is erg handig. En al voor, we gaan natuurlijk eerst even een bakkie doen. Maar daarna gaan we even een konijnhok maken voor mijn konijn. Want die heeft nog steeds geen behoorlijk. Dat is de bedoeling, toch? Ja, prima. Nou, Nico heeft alvast iets in elkaar gezet. Dus dan gaan we nu even, passen eigenlijk. Oké, okay, we gaan even kijken. Ja, erg graag. Voorzichtig, meneer Wijnbeest. Dat kan. Dat melodiekje is dat ook. Ja, hè? Heel gezellig leuk muziekje. Oh, hij is droog. Ik heb net eventjes zo gehandeld. Dat hij goed tegen het vocht kan. Ja. Hoe vinden we het zelf geworden? Ik vind het zelf een heel leuk hokje. Ja, en een rijf, daar kan je mee voeren. Nog een apart hokje. Kan je... Kijk, hier heb je zijn nachthok. Oh. Dus hij kan echt in de grote ruimte zitten. En hij kan ook s'avonds lekker... Ja, maar ik weet niet, als ik hem er nou zo inzet, ik weet het niet, hoor. Hoe vinden u het zelf? Ja, het kanaal is hier iets groter als het is. Ja, het is wat bekrompen voor hem, hè. Het is, ja, zo zitten ze natuurlijk... Ja, het is misschien wel zo, maar het zou mij leuker zijn als het wat luxer. Een beetje luxere uitvoering, dat is voor hem natuurlijk ook. Want dat je wat te doen hebt onderdag. Kijk, ik had zelf een idee. Ja. Ik heb hier in de folder van dinges, van hoe heet het ook alweer? Daar staat het in. Dit had ik ongeveer in mijn gedachten. Zoiets moet het worden. Ziet u wel? Dan kan hij hier slapen. Ja, ziet u wel? En hier kan hij zijn kleren ophangen. Dat is natuurlijk ook belangrijk op een gegeven moment, hè? En hier kan hij zijn spullen en zijn... Het is een konijn, dus die heeft wel wat nodig, hè? Ja. Ja, ik heb wel zoiets aan natuurlijk, maar dan moet je... Als jij mij even wil helpen dan met het in elkaar zetten, want... De gebruiksaanwijzing. Zit er een gebruiksaanwijzing ergens in? Misschien dat hij hierin zit... Ik heb hem hier al. Oh, kijk. Hier hebben we al. Oh, dat is... Dat valt erg mee. Dat zijn maar... Het zijn maar 13 pagina's. 13 pagina's? 13 pagina's, dat moet lukken. Oh, dat moet makkelijk lukken. We beginnen met schroefje 021. Schroefje 021. Schroefje 021. Ja. Gaat goed, Ruud. Komt een beter hok, hoor. Dat is een verkeerd gemeten allemaal, hè. Dat zien we zelf ook, hè. Waardeloos hok. Hier heb ik de schroeven. Er staat nog een zakje daar zo. Ja, hier heb ik het, Ruud. Ja, daar staat nog een zakje. Maar... Hier heb ik de schroef in ieder geval al. Onderhand eventjes. Wacht even hoor. Dus ik zeg, hier heb ik de schroef. Ja. Nou, die zijn uitgesorteerd in ieder geval. Die zijn inderdaad uitgesorteerd. Het gaat om schroefje 021. Deze, die moet erin. Ja. Als ik zo op de gok pak ik erin. Ja, nee, heel goed. Keurig. Dat is de goeie. Ja, hij is een stuk langer. Is dat niet erg? Nee, dat is niet erg. Dan kijk, zo'n tekening veel is op schaal. Dan tekenen ze hem kleiner dan wat hij in werkelijkheid is. Oh, daar. Oh. Dat is dan om het model dat u dat eruit kan halen. Oh, gelukkig. Dus het meubel is ook groter als dat hier afgeleid. Het meubel is groter als wat erop staat. Oh, gelukkig. Want ik denk, anders komen we nog niet verder. Kunnen we goed dit houden? Hou jij je bij of het goed gaat? Kijk. Ik heb hier de handvaten. Ja. Kijk, de handvaten heb ik al. Hier zitten die houten pennetjes in. Ach. Kijk, en die gaan dus in die gaatjes gelijmd worden. Juist. En zo op die manier maak je de hele boel in elkaar. Ik zag het al hoor, maar ik denk kijken of u het ook in de gaten hebt. Zal ik het even verpakken? Ja, natuurlijk. Zal ik het doen? Ik ben ergens mee. Ja, beter sterk in. Dan zal ik even de lijn pakken. Wacht even. Het is een kwestie van kracht zetten. Gaat het goed, meneer Wijdbeens? Ja, ik heb ze. Goed zo. Ze liggen bij de schroefjes nu, hè? Ja. We hebben de losse dingetjes bij elkaar. U dacht dat ze hierin moest. Ja, maar we moeten eerst een beetje lijm, man. Oh, maar ze passen niet. Is dat erg? Ja, want die tikken de zachtjes in met aan. Toch wel? Ja. Weet u het zeker? Ja. Ik wil niks zeggen. Maar ik denk toch dat die tuinman er bij de hand erin is. Nee. Zo. Ja, hier weg. Hij moet er een stukje uitblijven, want de andere gedeelte die moet in die zijpaad. Dan krijg je een verbinding. Oh, maar dat is trouwens een idee. Dit is waarschijnlijk entree, ingang. Dat vermoed ik. Omdat hier ook een inham is gemaakt, hè? Ja. D-
deze moet aan de voorkant. Even niet zo'n goed idee, meneer Wijdbeens. Anders zijn we straks tekening kwijt. Hij zit vast. De tekening zit vastgelijmd nu. Wacht even. Nou ja, het is pagina dit. Daar zijn we toch voorlopig nog niet. Nee, voorlopig zijn we nog niet. Dus maak niet zoveel. Het gaat even in de volgorde. Ah, hier. Hier staat, kijk, hier staat de beschrijving ook. Ja. Nee, ja, nee, ik weet het niet. Hé, wat doe je? Het is in het Zweeds. In het Zweeds? In het Zweeds, ja, het is een bouwpakket. Ja, dat is meer... Nee, anders niet. Ja. Ja. Zal ik het nou eens even voordoen? Ja. Kijk, wanneer je het zo doet. Dan pak je daar. Keurig niet meer. Dan kan je toch zien dat ik toch wel iets opleiding heb gehad in die tijd, hè? Ja, anders dan zijn we hier volgende week nog natuurlijk, hè? Goed gaat, meneer Wijdbeens. Ja, wacht even, als ik hem... Dat kan gebeuren. We moeten hem even opnieuw in elkaar zetten. Wacht even, ik heb hem hier al. Gefeliciteerd bij uw aankoop. Smeurrubber, hier 1. Nummer 1. Gaan we weer. Genoeg zijn, hè? Nee, dat is de achterkant, dat zie je toch niet. Hè? Er komt het trasje, valt het eigenlijk al weg. Het is maar een konijn ook, jongens. Ik zal hier eventjes nog een keertje voor zitten. Gaat het goed, meneer Wijdbeens? Ja, gaat heel goed, Nico. Ik heb hem aan deze kant, zeg maar, praktisch... Vast is vast, hè? Ik heb hier een matras liggen, maar die zit nog in die fles te pakken. Oh. Ik heb even... Dat plastic maken ze allemaal zo sterk, maar ik heb hier het sterile... Nee, vast kijken of je nog iets anders kan vinden wat ertussen moet. En zo. Ik heb het plastic hebben. Nou, dan leggen we hem andersom, dat geeft niet. Ik heb twee kanten aan mijn matras, niet waar? Oh ja, dat geeft ja. Ja. Lego. Heb ik hier alvast het kant-en-klaar laag? Ja, hij was kant-en-klaar. Heel netjes. Oh, kijk, het huisnummer. Huisnummer erbij. Ja. En de uitgang? Ja, die moest er ook op, hè? Dat hij weet waar het zit. Ik leg hem even. Hiermee pak ik even een paar schroefjes. Geef niet, wat mij wachten. Nummer 2. Ach jee, ik ben de weg. Ah, gelukkig hier. Ah, zie je, dat is een beetje te zacht. Daar gaat het om, hè? Ja. Ik dacht dat hij zo. Dan heb je lekker ruimte. Dan kan hij, dat is veel beter natuurlijk. Dan kan hij alle kanten op. Tegelijk even kijken of hij het naar zijn zin heeft hier. Kijk eens, Ruud. Ja. Hey. Kijk, hij gaat er in zijn nachtrok zitten. Ja. Dat is hem wel van een ruimte natuurlijk, hè? Ja. En dan voor 's nachts dan toch, voor de veiligheid... doe je toch gewoon het deurtje ervoor... dat hij veilig zit. Ja. Oké. Okay. Nou, Nico, ik zou zeggen hartelijk bedankt voor de medewerking. Graag gedaan. Dat is de moeite meer dan waard. Ja. Niet waar, zal ik hem thuis laten bezorgen zo ja, compleet? Ja, graag. De finishing thuis. Oké. Okay. Ja.
Het is voor u, maar het is een Duitse. Het is der Rudy, zeg maar. Der Rudy. Der Rudy. Der Rudy. Oké, okay, kan je even helpen dat we het in zijn geheel naar buiten brengen? Dat... Ja, is goed. Oké, okay, voorzichtig, hè. Maar... Ja. Rudy. 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 Rudy, kom maar. Rudy. Dacht even dat, dat er wat met Rudy gebeurd was. Nou, kom maar. Ik lag vanavond weer bij het baasje in bed. Hè? Oké, okay. Ik was Jan Wijdbeens. Tot volgende keer. Wacht,